De afdeling dienstherbeplantingen van het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van OWTNC start binnenkort met het beplanten van de midden- en zijbermen binnen Paramaribo. De regenperiode is begonnen waardoor het plantmateriaal makkelijker zal groeien. De dienstherbeplantingen is verantwoordelijk voor het verfraaien van onder andere de binnenstad, zegt Richly Casantierto, hoofd van de afdeling. Hij geeft aan wat de overige taken, de planning en de problemen van de dienstherbeplantingen zijn. Plantingen is belast met het verfraaien van de openbare bermen in het algemeen en ook de overheidskantoren. En we hebben hoge beplantingen zoals bomen en hoge beplantingen. We hebben ook de sectie paleistuin, die draagt zorg voor het onderhouden van paleistuin, DNA en omgeving. En ook veldwerk en plantenkassen, die voorziet het veld met plantjes zoals bloemen, korte beplantingen, etc. Zoals we zien zijn de openbare middenbermen en parken en pleinen slecht verzorgd. We zijn bezig met aanplant kleine plantjes. De komende periode zullen we dan die bermen, openbare bermen dan verfraaien. En de man van de straat, zou die ook een beroep kunnen doen op openbaar groen als het gaat om bijvoorbeeld snoeien van bomen? Inderdaad, maar dan als onze werkzaamheden dan op een lagere tempo zijn. En wat zijn de problemen waarbij de afdeling dienstherbeplanting kampt? Oké, allereerst bij snoeien van bomen kunnen we bepaalde problemen treffen of aantreffen, zoals de hoogte van die bomen. We weten dat Paramaribo echt vruchtbaar is en de mens, de buurtbewoners, probeert die bomen dan te laten groeien tot meer dan 20 meter. En dat is dan moeilijk voor ons om te snoeien. Meer dan 20 meter, dat wil zeggen dat we eigenlijk een hoogwerker nodig hebben. Is dat wel ten dienste? Soms wel, soms niet, want onze voorouders in Paramaribo hebben hun huizen voorin van het perceel gebouwd, waarbij op het achtererf niet te betreden is met een hoogwerker. Dus dat zijn die moeilijkheden voor ons. Jainul Hassan Khan is beheerder van de plantenkast van de dienstherbeplantingen. Hassan Khan geeft aan dat tijdens de onderhoudswerkzaamheden afgesnoeide takken verwerkt worden tot mulch. Mulch is het versnipperde materiaal afkomstig van gesnoeide bomen. Joël Verdiel, voorman van de afdeling boomploeg, zegt dat de afdeling roeit met de riemen die ze heeft om het werk naar behoren te kunnen doen. Alle takken met materiaal komt naar binnen en wordt door de machine die hier achterop zit verhakseld tot mulch. En die mulch kunnen gebruiken als verfraaiing van planten en ook voor het maken van mulch. Compost. Oké, en dan hebben we nog ook de mahoniebomen van de stad. Als de mahoniebomen gesnoeid moeten worden, wat wordt gedaan met de overige stammen, stronken? Tenminste, dat wordt verkocht of verwerkt tot meubels. Oké, de gemeenschap mag dus gewoon komen naar het directoraat Openbaar Groen om dat op te kopen? Jawel, met toestemming van de directie wordt het wel verkocht. Soms zijn er ook hoge bomen. Hebben jullie wel alle equipment in huis? Dat hebben we niet. Dus daarom vragen we medewerking ervoor. Een laderwagen of zo. Want we zijn bezig met eentje van OE. Maar momenteel is het gebroken. Dus daar kunnen we niet mee werken. Joey Virgil, voorman van de afdeling Boomploeg. En daarvoor Jainul Hassan Khan, beheerder van de plantenkas van de dienst der beplantingen van het directoraat Openbaar Groen. Wij spraken ze naar aanleiding van de start van het beplanten van de bermen in Paramaribo.